Vandaag gaan we kijken naar domme lifehacks die echt werken. Ja, dames en heren. En we hebben hier gelijk de eerste. En dit is een do-it-yourself blacklight. En als je niet weet wat een blacklight is, een black... Jullie kunnen al deze lifehacks zelf proberen. En laat me nou even op Instagram, @mick van YouTube, weten of die werkt. Tag me in die story en dan deel ik hem in mijn story. Dus wil je al die stories zien, volg me even op Instagram, @mick van YouTube. Dit is de eerste, ja, best wel domme lifehack, want dat heb je hier aan. Sterker nog, ik zou dit liever niet willen zien, al die vlekken. Maar als je het graag wil zien, dan kan je hem uitproberen. Gaan we gelijk door naar de volgende lifehack. En de volgende lifehack is een emergency candle. Dus als jij echt daadwerkelijk, koste wat het kost, één kaarsje nodig hebt, dan kan jij dus een stift aansteken. Ik weet niet in welke situatie je eerder een stift zou hebben als een kaarsje. Maar dat kan je dus doen. Alleen kan je daarna niet meer de stift gebruiken blijkbaar. Oh jawel, als je door blijft schrijven, dan kan je uiteindelijk ook gewoon de stift gebruiken. Dus het is gewoon letterlijk heel simpel. Je kan je stift in de fik steken. Blijkbaar werkt dat. Veel succes. Maar voordat we verder gaan met deze video, wil ik jullie bedanken. Namelijk iedereen die op mijn kanaal geabonneerd heeft, krijgt een shout-out. En dus alle mensen die gisteren op mijn kanaal hebben geabonneerd, ben je dus nog niet op mijn kanaal geabonneerd, abonneer dan meteen. Want dan krijg je net zoals al deze mensen een shout-out. Letterlijk het enige wat je moet doen is abonneren. Ben je al geabonneerd, dan ben je sowieso een held. Dan hoop ik ook dat je hier tussen staat als je pas kort bent geabonneerd. Maar iedereen die dus op mijn kanaal abonneert, krijgt een shout-out. Letterlijk iedereen. En soms loopt het een beetje achter, want ik zeg al gisteren, maar dat is voor mij gisteren. Dit zijn namelijk alle mensen die 18 maart geabonneerd hebben. Ik weet niet wanneer deze video precies online komt, maar dan weet je, ik loop een beetje voor. Dus als je nu abonneert, dan kan het zijn dat je pas in de video van volgende week komt. Maar let gewoon even goed op, want het kan ook zijn in de video over 5 dagen. In ieder geval, als je abonneert, kom je sowieso terug in een van mijn video's, want iedereen die op mijn kanaal abonneert, krijgt een shout-out. Oké, de volgende lifehack. Wat is dit? Ze doet lijm op haar tanden. Wat? Hè? Oké, dit is geen lifehack, dames en heren. Doe dit thuis niet. Oké, dit is wel een lifehack. Oké, wat gaat hij? Oh nee, je hebt lekker zitten eten. En heel je afstandsbediening is smerig. Wat vervelend. Nou, wat is de oplossing hiervoor? Nu komt het hoor, de oplossing. Oké, een plastic zakje. Die doe jij om je afstandsbediening heen. Oké, tada, dan feun jij het. Oké, dan heb je een soort van laagje over je afstandsbediening. En als je dan aan het eten bent en je pakt je afstandsbediening, ja, dan wordt je afstandsbediening helemaal vies, maar dan kan je het te makkelijk afvegen. Waarschijnlijk werkt hij, maar het is gewoon echt een domme lifehack. Maar ja, zo heet deze video ook. Je hebt er zelf op geklikt. Doe ook even een duimpje omhoog als je het trouwens leuk vindt. Dat kan je nu wel bepalen. En dan gaan we gelijk door naar de volgende lifehack. Ik ben heel benieuwd. Wat is de volgende lifehack? Ze slaat de spijker erin en ja, het gaat helemaal niet goed. Het zit er helemaal niet mooi in, die spijker. Dat is vervelend. Wat je moet doen, je moet lijm op je hamer doen. Oké. En dan? Wat dan? Dan kan je... Wat is dit? Wat is... Dan is het blijkbaar. Dan gaat hij er wel mooi in. Domme lifehack, maar werkt wel. Kijk eens, een before en after. Wie had verwacht dat een beetje lijm op je hamer zo'n verschil geeft. De before en after zegt al genoeg. Nou, ze is aan het huilen. Waarom moet ze nou huilen? Oh nee, en al die make-up die op haar shirt komt. Dit is een lifehack voor alle dames. Je pakt een wc-rol blijkbaar. Je knijpt lekker in die wc-rol. Lekker goed kneden die wc-rol. Dan haal je de wc-rol eruit. En dan heb je nog alleen de wc-papier. En nu heb je je eigen tissue ding gemaakt. Oké, dat is oprecht wel handig. Ook voor weet ik veel, piano spelen of ja, weet ik veel. Dat is gewoon handig. Heel erg handig deze lifehack. Jazeker. Oh, dit kan echt niet. Oké, je wilt een lekker schilderijtje ophangen, hè? Oh nee, hij laat zijn hamer vallen. Zo vervelend. Altijd irritant als je je hamer laat vallen terwijl je een schilderij aan het ophangen bent. Dus hier, dames en heren, lifehack van het jaar. En boom, nu kan hij zijn hamer gewoon lekker in zijn broek doen. Daardoor laat hij hem ook niet vallen, want dan heeft hij alles onder controle. Oh, je bent lekker rekensommetjes aan het oplossen en je komt er niet uit. Oh, het foute antwoord. Je hebt het verkeerd opgeschreven. Maar je gum is op. Wat moet je nu doen? Oh nee, je doet je gum... Oh shit, je doet het in een... Oh, dit wist ik oprecht niet. Je doet hem in een puntenslijper en je gum werkt weer. Dit is oprecht wel handig voor de mensen die op school zitten. Wat ik niet zit, want ik ben YouTuber geworden. En welke YouTuber zit nou op school? Nee, even serieus. Ik heb gewoon mijn school afgemaakt. Maak ook je school af. Is belangrijk. Wees zoals ik. Ja, wees zoals ik. Ik heb ook mijn school afgemaakt. Oh nee, de stift is op. Wat vervelend. Wat moet je nu doen? Oké, dan doe je wat parfum op de stift. En dan werkt blijkbaar de stift weer magisch. Is dus je stift op? Doe er wat parfum op. Deze ga ik oprecht onthouden, want ik heb hier oprecht soms last van. Soms schrijf ik iets op en dan is die stift op. Maar blijkbaar een beetje parfum erop spuiten en boom, genezen. Dat is een hele domme lifehack, maar ik heb er oprecht wat aan. Ik ga deze onthouden. Deze vind ik serieus wel handig. Oké, volgende domme lifehack. Wat is dit? Oké, wat gebeurt hier? Ze snijdt zo'n lipbalsem ding. Dan doet ze een USB erin en dan heb je... Oh shit, dan heb je je eigen USB dingetje gemaakt. Nou, wat leuk.
leuk. Waarschijnlijk heb je er helemaal niks aan, maar leuk om te weten, toch? Dit waren domme lifehacks waar je waarschijnlijk helemaal niks aan hebt, maar wel leuk is om te weten. Ja, super tof. Vond je dit nou een leuke video? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Klik in de outro op een van mijn andere video's als je meer van mij wilt zien. En dan zeg ik zoals altijd, Mick out.